Wist vorig jaar al dat ik van het jaar ging stoppen. Pakketbakkerij Harry Kort uit Enkhuizen stopt ermee. Hij gaat met een welverdiende pensioen. Vinden jullie van vrouw en dochter? Laatste dag van de pakketbakkerij. Ja, moeilijk. En? Moeilijk. Vind je het lastig? Moeilijk? Ja, weet je, je hebt 15 jaar gewerkt. Dus, ja. Ja, dan ineens niks. Veel mensen komen nog even langs om Harry te bedanken. En ze vinden het dan ook erg jammer dat hij ermee stopt. Harry! Fijne pauze! Helemaal gietje! We gaan hem hier missen, jongen. Hij heeft gewoon altijd lekkere gebak. Oh ja, dat is wel grappig. En het is een fijne gozer. Bedankt al, er is even een flesje voor jou meegenomen. Dankjewel. Ik denk dat vind jij wel lekker en dat komt eigenlijk wel uit deze dag. Ja. Okay. Jammer hè? Ja, tuurlijk. Het is toch een begrip in Enkhuizen. Ja. Helaas, en alles komt er eind hè. En, ze gaan nu lekker genieten van hun pensioen. Want je hebt het toch wel voor elkaar gekregen dat gebak bestellen even Harry Kort bellen. Ja. Is toch wel een ding geworden. Het is een begrip in Enkhuizen. Het is een begrip in Enkhuizen. Ja. En wat ga je aan hem missen? Nou ja, het lekkere gebak, hè. Ja. Ja. Heb je een favoriet? Ja, de toppoesen. Ja, die zijn heerlijk. Ja, precies. Maar ja, goed, ja. Moeten we maar naar een andere bakken. Ja, precies. Het is niet anders. Maar echt stoppen, dat kan Harry niet. Volgend jaar weer al die bollen. Daar ga je dus wel mee door. Ja, thuis. Daar ben ik al, was al een jaar dat ik er al woon, maar ik ben gewoon in de pannen en dan kwam ze ook halen. Ik ga natuurlijk nog een beetje verbouwen. Dus, dan kom je thuis brengen en dan kennen we je belletje. Maar mij rustig bellen. Ja. Ik ga thuis niet meer aan de gang om nog 20 taarten in een scootje in elkaar te zitten. Heb ik helemaal, heb ik er geen zin in en het werkt ook niet. Wat ga je doen? Heb je enig idee? Ja, ik, eigenlijk nog niet, maar ik heb wel kennissen waar ik nog eens een dagje aan de gang kan. In Alkmaar, in Zwaag, dus ik zal me niet verwijderen. Mooi, hè? Ja, dat was het dan. Bedankt. En hoe voelt dat? Goed. Ja, het is klaar. Het zit in je hoofd. Je kan nog wel 10 jaar verder gaan en dan leg je vlak. Mm-hmm. Dus we gaan proberen te genieten. Precies. Dat vind ik belangrijk.